Ik sta hier met Bruce Stolz, speler van Florient. Bruce, 1-0 gewonnen van de gedeelde koploper. Twee wedstrijden gespeeld, maar dit geeft toch wel een boost. Ja, heerlijk. Ik bedoel, je weet van tevoren wel dat het een aardig team is. Alleen als je hem dan zo weg kan slepen hier, dat is top. En het team heeft bepaalde aspiraties, laat ik maar. Gewoon dat je toch ergens wil eindigen. Is dit in de lijn der verwachtingen voor jullie dit seizoen? Nou, tuurlijk willen we gewoon bovenin meedoen, want je wil elke wedstrijd winnen. Maar ik bedoel, ik denk dat elk team in onze competitie dat wil. En daarom vorige week was echt balen tegen Haastrecht. Want dan denk je, dan wil je daar ook volle bak voor gaan. Maar als je dan vandaag het zo recht zet, dat is wel heel erg lekker hoor. En ook fel voetbal, je werd een paar keer hard geraakt. Ja, maar dat zijn dit soort wedstrijden denk ik. Ik denk, de eerste helft is iedereen heel fel en geconcentreerd en zijn de ruimtes heel klein. Waardoor als je een foutje maakt, moet je een overtreding maken, zowel zij als wij. En tweede helft worden de ruimtes groter. En dan, ja, dan als de bal er langs wordt getikt, dan moet je soms, als de ruimtes zo groot zijn. En wij counteren natuurlijk, dan maken zij overtredingen. En als zij er langs kwamen, maakten wij overtredingen. Ja, hoort erbij. Ja, jullie hadden het in de slotfase toch een stuk lastiger leek het. De kansen leken voor Cabau steeds groter te worden, maar jullie hebben het toch uit het vuur gesleept. Dat is toch ook wel knap, zeg maar, knappe prestatie. Ja, tuurlijk. En dat is altijd wel mooi. Ik denk dat hun rendement heel erg laag was en ons rendement was heel erg hoog, denk ik. Hoewel we er nog wel meer uit hadden kunnen halen. Maar tuurlijk kregen zij wat kansen, maar ik denk dat dat ook, ja, dat gebeurt ook automatisch als je iets meer naar achter gaat lopen. En wij liepen te ver naar achteren. Waardoor dan ga je automatisch kansen tegenkrijgen. Alleen ik vind als je kijkt hoeveel wij er nog wel tegen hebben gehouden, dat we dat gewoon heel goed hebben gedaan. En echt als team, als je kijkt dat er nog iemand van tweede komt in de vorm van Mo, die normaal aanvallende middenvelder is en nu alle ballen wegkopt en verdedigt. Dat Jurre, die rechtsbuiten staat, uiteindelijk op rechtsback terechtkomt en daar gewoon supergoed verdedigt. Ja, ik denk dat je dan als team wel trots mag zijn. Ja, dus met strijd en passie hebben jullie jezelf er doorheen geslagen. Ja, en nu nog iets beter voetbal, maar daar trainen we hard voor. En dat hebben we ook al laten zien, denk ik. Maar dat mogen we nog wel iets meer laten zien. En wat verwacht je nou van de komende wedstrijden? Verwachten jullie veel punten binnen te slepen? Alles winnen. Nou ja, dat verwachten we natuurlijk. Van tevoren ga je daarvoor. Maar je ziet hoe de wedstrijd loopt. Zoals vandaag had Cabau misschien iets meer recht gehad. Maar dan winnen wij op karakter. En omdat ons rendement hoog is. En volgende wedstrijden, ja, wij moeten gewoon winnen. Dat moeten we altijd eisen van onszelf, denk ik.